levensgevaarlijk is het, maar mensen blijven het maar doen. Nog net even onder een dichte spoorboom doorglippen. En dat terwijl er ieder moment een trein kan aankomen. Maar daar is iets op bedacht. Hekken. Mensen hebben haast en glippen dan onder de spoorbomen door die dichtgaan. Het gebeurt nog steeds veel te vaak, zeggen de spoorwegen. Ze hebben al vaker actie gevoerd en speciale lespakketten uitgedeeld. Maar dat helpt blijkbaar niet genoeg. Hier in het Brabantse Oosterwijk blijft iedereen netjes wachten met oversteken. Er onderdoor glippen kan nu niet meer, want er zijn hekken geplaatst onder de spoorbomen. Het was een tijdje een proef en die bleek goed te werken. Na de zomer worden er op 100 andere gevaarlijke overgangen hetzelfde hek geplaatst. En de jeugdsnelbus is vandaag dus in Den Haag en ik vroeg de kinderen daar of ze wel eens vlak voor een aanstormende trein zijn overgestoken. Heb jij dat wel eens gedaan? Ja. Hoe ging dat? Nou, het was best spannend. Ik dacht, ja, hij is nogal aardig ver weg, maar ja, ik ren nog snel een keertje over. En ja, het was best eng. Nou, mijn zus stond al aan de overkant van de spoorweg, dus ik dacht, nou, ik ga er nog snel eventjes naartoe. Wat vind jij ervan dat ze die spoorwegovergangen nu beter gaan beveiligen? Nou, ik vind het wel goed, want volgens mij gaan er wel een paar kinderen dood omdat ze gewoon worden aangereden. Nou, als ze toch onder die slagbomen doorgaan, dan gaan ze daar ook niet voor opzij, dus dan lopen ze er ook wel onderdoor. Dat is wel beter, dat er eigenlijk ook gewoon geen mogelijkheid is om er toch nog onderdoor te glippen. Nu is er een goede beveiliging en dan hoop ik dat het bij mij ook niet zou overkomen nog een keer. Ga je het nu nog een keer doen? Nee. Verderop in het jeugdjournaal zie je meer van de bus.